Op de hoek van de Fred Derbystraat en de Gemeenelandsweg is er een groot gat dat voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgt. Om de aandacht van de desbetreffende instanties en de weggebruikers te trekken, hebben personen een aangeklede paal in het gat geplaatst. Volgens Jerry Miranda, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, heeft hij de medewerkers van het ministerie al gedirigeerd om de situatie te bekijken en waar mogelijk assistentie te verlenen. Er is natuurlijk wat. Wegenautoriteit is een bevoegdheid. En wegenautoriteit heeft toen, klopt, aangegeven er is een buis daar die gesprongen is. Ik was er niet, ik zat op Wayambo-gebied, dus ik ben eergisteravond in de stad gekomen en ik werd direct geconfronteerd met iemand van de pers. Maar heb je dat gat daar gezien? Ik denk, moet je als minister zeggen nee of minister zeggen ja, maar ik was er een paar dagen niet, dus ik ben echt niet, dit is niet de route die ik kreeg. Tegelijkertijd heb ik zeer actieve mensen in het ministerie hier, dus direct de volgende dag werd ik gezegd, ja maar het gaat wegenautoriteit moeten doen. Er is wel een stelling die we doen. Wegenautoriteit heeft zijn eigen budget, kan zijn dingen doen. Maar waar wij kunnen meehelpen, als je het goedkoper kan doen, kunnen we het doen. Dus vanmorgen heb ik de afdeling van meneer Sitaram gedirigeerd naar daar om ook te kijken waar ze kunnen meehelpen. Dus ik denk niet dat u dat gat en dat poppetje te lang gaat zien. Ik denk, ik wacht op meneer Sitaram om de rapportage. En als hij het niet vandaag heeft aangepakt, dan zegt tenminste de rapportage dat we morgen aanpakken, sowieso. De bewindsman zegt verder dat na zijn aantreden het erop leek alsof alles verkeerd ging met wegen en dammen die braken. Dat heeft hem echter niet uit het veld geslagen. Integendeel probeert het ministerie met de schaarse middelen die zij heeft overal op in te spelen, zegt Miranda. De minister vindt het plaatsen van de pop sportief en grappig, maar neemt het toch serieus omdat iemand daardoor wel een ongeluk kan krijgen. Miranda benadrukt dat het gat veroorzaakt is door een gesprongen buis. Dat is het probleem, waardoor je het niet kan controleren. Je kan hem dichtgooien, dat geloof me, zei 3 maanden is het goed. Maar dan gaat het water in die lozing en dan zit het met een groot probleem. Dus ik denk dat we ietsje later horen daarover, maar dit voor dit weekend is wel opgelost. Jerry Miranda, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak over de gevaarlijke situatie die mogelijk kan ontstaan op de hoek van de Fred Derbystraat en de Gemeenelandsweg. Op deze hoek is een pop geplaatst om de aandacht te vestigen op een groot gat in de weg.